Renault Antwerpen. De auto's van stad. In 1994 werd het leegstaande schoolgebouw aan de Sint-Elisabethstraat omgevormd tot een bedrijvencentrum. Met de bedoeling de buurt te heropwaarderen en de lokale economie te stimuleren. Nu het huurcontract aan vernieuwing toe is, blijkt er plots geen plaats meer voor de 21 bedrijven hier. Dat was zeker even schrikken, niet alleen voor ons, ik denk voor alle medewerkers, ook voor de buurtbewoners en de huurders. Nu, wij weten van de buurtbewoners dat zij ons heel graag hier in de buurt hebben, omdat wij een soort een beetje een rustpunt zijn voor hen. Een plaats waar dat zij het ook gezellig hebben, waar dat ze nog een beetje een andere sfeer terug tegenkomen. En ja, spijtig genoeg gaat dat een teleurstelling zijn, vrees ik. Slecht gaat het nochtans niet, stelt Noah. Een afkorting voor Noordoost-Antwerpen. Er zetelen bedrijven uit de ICT-sector, consultancy, vertaalkantoren en productiehuizen aan de Sint-Elisabethstraat. Er zijn hier momenteel een 58-tal bedrijven vertrokken, waarvan er toch zeker 26 zich in de buurt gevestigd hebben. Dus ik denk dat wij wel een meerwaarde bieden naar het jonge ondernemingschap hier in Antwerpen-Noord. Ik denk dat de noodzaak om hier een schoolgebouw terug in te richten, dat die zo groot is dat er eigenlijk weinig speelruimte geweest is. Dus we zijn effectief een beetje voor de feiten gesteld. Volgens de stad Antwerpen waren de resultaten van Noah te wisselvallig. En de nood aan een nieuwe stedelijke basisschool in de wijk is hoog. Er is een concreet voorstel om een bijkomende lagere school te voorzien voor het stedelijk onderwijs. Omdat dat ook de doorstromingsproblemen die er nu zijn vanuit een aantal autonome kleuterschooltjes in die wijk, waar de kinderen het moeilijk mee hebben om door te stromen naar een lagere school, om die nood te lenigen op korte termijn. Want het schoolgebouw staat er nog grotendeels. Er zullen wel wat aanpassingswerken moeten gebeuren. Maar we kunnen daar toch, hopen wij, vanaf 1 september al een bijkomende school opstarten. Voor een nieuw bedrijvencentrum in de wijk wordt een oplossing gezocht, mogelijk aan Park Spoor Noord.